De machine heet akkerwagen. De akkerwagen is een kas die op iedere willekeurige plek op ieder moment planten kan verbouwen. Het voorziet daarmee in de behoefte de natuur naar je hand te kunnen zetten. De akkerwagen verschilt niet veel van een kas die in de glastuinbouw wordt gebruikt. De condities zijn hetzelfde, alleen is de akkerwagen mobiel. De akkerwagen wil graag de ongekende mogelijkheden laten zien die deze vorm van tuinbouw kent. En dan vooral de nutteloosheid daarvan. Zo kun je met de akkerwagen alles verbouwen. Jij noemt iets en ik zal je vertellen dat het kan. Aardbeien? Ja, dat kan. En dan vooral de nutteloosheid daarvan. De glastuinbouw heeft het mogelijk gemaakt de grond zo te gebruiken dat het in de verste verte niets meer te maken heeft met waar de grond oorspronkelijk voor bedoeld was. In Nederland is overigens de meeste grond bedoeld om zeebodem te zijn. Landbouw is niet veel meer dan verplaatsing van energie. Wat eerst aarde, zaad, water, lucht en zon was, is een half jaar daarop suikerbiet. Bijvoorbeeld. Als je goed weet wat een plant wil, kan je veel van haar gedaan krijgen. Het maakt voor de akkerwagen niets uit. Ze kan reizen. Ze verbouwt net zo lief andijvie in de Sinaï als kiwis in Friesland. Ik zal u vertellen dat het kan. Waar u ooit dacht enige logica te ontdekken, de oorzaak en gevolg in de smiezen te krijgen, maak ik al die wetenschap ongedaan. De akkerwagen is qua mogelijkheden onbegrensd. Dat is juist zo mooi aan de akkerwagen. Zo mooi. Luister. Steeds zo zwaar. Februari 2006. Luchtdruk 1040. Luchtvochtigheid 40%. 60%. Wind zwak tot matig noord-noordoost. Ik graaf een gat. Precies genoeg aarde voor de akkerwagen. De aarde gaat mee in een bak op een kar. En samen gaan we op weg. Op weg naar de akkerwagen. En daar gaan we planten op de aarde verbouwen, de akkerwagen en ik. De omstandigheden zullen net zo zijn als in Beetserswaag. ...23 kilometer verderop, met haar unieke temperatuur-luchtvochtigheidsverhouding, de natte regen en haar zwoele zon.